Traditioneel worden aan de vooravond van de revidentieviering personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor land en volk door de president van de Republiek Suriname gedecoreerd. In het kader van 47 jaar stadkundige onafhankelijkheid, morgen vrijdag 25 november, heeft president Chandrika Prasad Santokhi 127 bijzondere Surinamers onderscheiden. De decoraties waren gisteren in de tuin van het presidentieel paleis. Multiondernemend Arman van Allen kreeg de op één na hoogste onderscheiding, te weten grootlint in de ereorde van de palm. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi betreft het mensen die hun talenten en interesses vrijwillig en belangeloos inzetten voor elke Surinamer. De waardering die ze vandaag genieten wordt hem beslist niet toegekend. En ik vraag uw aandacht hiervoor. Beslist niet toegekend om wie ze zijn, naar ras, stand, geloof of politieke kleur, maar om wat ze doen voor het land en voor onze samenleving. Het gaat immers om mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van de medemens en van ons land en volk in het algemeen. Ik spreek vandaag mijn dank en waardering uit namens de regering en het volk van Suriname aan al deze bijzondere mensen. Want het is waar, ja, dat zonder u, die meer doet dan de gemiddelde burger, onze samenleving heel moeilijk kan functioneren. Middels de onderscheidingen wordt waardering getoond aan personen die zijn opgevallen vanwege hun bijzondere inspanningen om het algemeen belang te dienen. Het betreft mensen die het land grote bekendheid hebben gegeven vanwege bijzondere prestaties die zij hebben geleverd, onderstreept het staatshoofd het moment. Tot de groep decorandi behoren personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt in het bedrijfsleven, het onderwijs, de sport, het bestuurlijk apparaat en de gezondheidszorg. Het gaat hier simpelweg om vrijwilligers die het vaak zo vanzelfsprekend doen om te zien naar anderen en van maatschappelijke betekenis zijn in onze samenleving. Deze inzet en toewijding, die vaak als vanzelfsprekend wordt gezien, is gelukkig opgevallen door vele anderen. Zoals organisaties die hebben voorgedragen, verenigingen, instellingen, bedrijven die niet geschroomd hebben om u als voorbeeldfiguren voor te dragen voor een ereonderscheiding. En ik weet, voorzitter van de commissie, het traject is soms niet gemakkelijk. Enorm veel voordrachten krijgen, waarbij men om een onderscheiding vraagt. Verder mochten ook personen die een rol van betekenis hebben gehad in religieuze, culturele dan wel politieke organisaties of de gezondheidszorg een onderscheiding ontvangen. Het staatshoofd sprak de hoop uit dat dit een stimulans zal zijn voor anderen.